Zo mensen, goedemiddag. Ik ben het Pagani Product en ik wil het even hebben over het fenomeen hardcore hardtail mountainbike. Ik heb een standaard cross country mountainbike met een 100 mm voorwerk van Suntour XCM SR series heb ik 100 mm met een 27,5 wielen erin. Dit is ongeveer de standaardste, maar als ik hier nou in deze voorwerk eruit zou flikkeren en ik zou daar gewoon bijvoorbeeld een 120 mm of groter erin zetten, dan zou je gewoon hier een mountainbike of een dure fiets van kunnen maken, of zelfs misschien wel een downhill als je een grote, maar dat weet ik niet, downhill weet ik niet. Maar dan vraag ik natuurlijk, het frame dat is natuurlijk daar niet op gebouwd, hè. Dat is gewoon een standaard cross country frame, wel aluminium en Merida Big 700 cross country mountainbike. Maar goed, en dat is nog wel, kijk, is wel niet helemaal standaard meer, want kijk hier is het andere. Dus andere groep heb ik toch, maar dat weten we deze mensen, andere achterderieur. Maar goed, andere pedalen erop en zo, andere krankcel, etcetera. Maar ik vind het eigenlijk, als ik dat zou willen doen eigenlijk, want ik denk, hier in de mijne, ik denk niet dat je die grote veringen zo eigenlijk echt nodig hebt. Misschien nou met afdalen zou je wat extreme dingen kunnen doen, maar ja goed, ik vind de Zuid-Limburg zou je misschien wel weer, dat is weer een ander verhaal. Maar ik denk in principe hier van Nederland, en wat ik hier tot nu toe ben tegengekomen, denk ik niet dat je het eigenlijk echt nodig hebt. Kunnen niet. Of je moet wat extreme shit gaan opzoeken, maar dan zou je waarschijnlijk andere delen van Limburg moeten zijn, zodat waar dat allemaal wel kan. Maar goed, dat was mijn dingen die aan de, weet het, mijn kleine dingen over over een hardcore motormike, of een hardtail motormike, of hoe je dat precies nu weet ik niet, maar dat boeit ik niet. Daar wil ik het even over hebben. Groeten van Pagani Productions, live vanaf de Mijnweg. Zo, goedemiddag, nog een keer met Pagani Productions. Persoonlijk ben ik van mening dat mijn banden de beste tijd hebben gehad van het profiel. En zo dat het ook niet meer veel geweld is. Het is een beetje afgesleten, achter maar hetzelfde verhaal. Want dus op zich fiets het niet wel fijn en zo, maar als ik op een slechtere modder of zoiets kom en zo, dan heb je niks aan deze banden meer eigenlijk. Of niet veel meer, want je gaat alleen de goede kanten, je gaat alleen de verkeerde kant uit, boven de kant waar je uit moet een beetje. Dat is een beetje het probleem nu. Dus waarschijnlijk wordt dat de volgende upgrade. Ik denk sowieso dat ik minimaal... kijk, hier zit een nieuwe binnenband in. Maar hier zit gewoon de originele binnenband erin. Dus die ga ik dan ook gewoon preventief gewoon ook eruit flikkeren. Die zit hier niet slecht of zo is, maar... En dan komen hier andere banden onder. Waarschijnlijk wel een wat agressiever profiel, denk ik. Maar die even nog makkelijk rollen en zo allemaal. Maar goed, dan moeten we maar even kijken wat ik daarvoor ga kopen. Dat wil ik eigenlijk wel in de toekomst wel even gaan doen. Want die banden slijten sowieso, hè. En als je op asfalt gaat rijden, wat ik nu dan ook wel zo, omdat je af en toe wel moet. Dat is helemaal niks voor motormaak banden, gaat het helemaal snel kapot. En voor de rest moet je fiets weer een schoonmaakbeurt krijgen en is je fiets weer goed eigenlijk, zo'n beetje. Maar goed, dat was het grote van Pagani Productions.